Yo beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag een nieuwe video en vandaag zien jullie weer zeker Minecraft. En we zitten in Mineplex en we gaan eens heel even wat nieuwe beta games doen. Ik ben heel benieuwd wat ik ga doen. Dus even kijken, 1 en we mogen volgens mij eindelijk spawnen. Zit hier überhaupt ergens iemand in? Even kijken. Nee, er zit helemaal niemand in, dus dat gaan we niet doen. Maar nu zie ik ook dat ze hier Skywars hebben, dus we gaan eens een potje Skywars doen. Daar kan ik naar binnen. En ik ben heel benieuwd hoe deze Skywars gaat zijn. Ik ga ook heel even snel kijken van hoe het met deze kits werkt. We hebben natuurlijk de normale kit. Ik heb 300... Nee, dat is te weinig. Het gaat helemaal goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in Skywars. En we gaan eens even een potje spelen. En dan ben ik heel benieuwd hoe dit gaat. We spelen op de map Temple. Oké. Dit is mijn kip. Dit is wel mooi. Hallo kip. Die legt ook naar eieren ook handig. We gaan eens even kijken wat we hier allemaal hebben. Broodjes. Deurs heb ik ook al gevonden. En wat zit hierin? Oh. Niet zo'n hele goede spullen. Dat zie ik al. Ja, dat mogen ze hebben van mij. Blijf die kip me nu echt achtervolgen. Lol. Zo. Gooien we die daar de diepte in. Zou hier nog ergens een andere kist staan? Zou natuurlijk kunnen. Ik weet het niet zeker. Even kijken. Echt, die kippen die blijven eieren leggen. Altijd wel handig, maar... Ik moet toch eens eerst even iets gaan zoeken. Waardoor ik dadelijk toch wat meer dingen kan gaan doen. Ik heb nou niet zo hele goede spullen gekregen. Zo, nu gaan hakken. En nu. Ja, daar... Oh, ik zie trouwens dat die ene daar, die heeft ook helemaal niet zo'n goede spullen. Ik weet niet of die misschien net iets betere spullen dan mij heeft. Dat zou altijd natuurlijk nog kunnen. Waar is die kip? Kippetje. Kom eens terug. Oh. Nee, dit is stone. Daar kan ik ook niks mee. Het is echt de eerste keer dat ik speel, dus ik weet ook niet of ze hier af en toe spullen kunnen verstoppen ofzo. Nee, we hebben nog 40 spelers over. Ik ben een beetje bang dat op het moment dat iemand hele goede spullen heeft, dat het ook wel echt heel veel verschil uit gaat maken. Maar daar gaan we vanzelf zo meteen achter komen. Dit is wel echt geniaal. Even kijken. Met kippen, leg ze wat eieren. Ik heb eieren nodig. Even kijken. Wel, wat ik gewoon ga doen... Nu weet ik niet of die gast eieren heeft. We gaan gewoon... Als hij eieren heeft, dan ben ik gewoon de klos. Hij richt niet op mij. Ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Oh, fuck, bijna in de gat. Oh, hier zijn meer mensen. Gezellig. Nee, dit gaat hij weer sowieso. Ik heb helemaal geen spullen. Ja, ik wou zeggen. Nou weet je. Eigenlijk vragen ze of ik niet wil leaven. Maar ik denk dat ik ga leaven. Maar dan krijg je natuurlijk mijn spullen niet. Dus van de andere kant heb ik zoiets. Ik wacht wel even. De potje is waarschijnlijk zo voorbij. We hebben nog 4 spelers over. Ik ga trouwens heel even de map van boven afkijken. Wel een hele mooie map. Oh, en dit is ook wel heel mooi. Kijk dit, die eilanden, die gaan op een gegeven moment gaan ze gewoon weg. Dus je kunt wel op je eiland blijven staan, maar op een gegeven moment vallen die blokjes gewoon weg. Dit is wel echt heel mooi gemaakt. Holy crap.
Dus je moet sowieso naar de dinges toe, naar het midden. En dan spant het TNT of zo. Oh, en dat spant dan weer hier. Oh, dit is wel echt nice. Ik weet het steeds beter te begrijpen. We gaan zo meteen nog een potje doen. Er zijn nu nog 2 spelers over. En ze moeten sowieso toch naar het midden gaan komen. Want zoals jullie kunnen zien, de eilanden die gaan heel langzamerhand weg. En dan blijft eigenlijk alleen het midden nog over. Ik ga heel even kijken of ik nog iemand kan vinden. Ah, hier staat er eentje. Hallo. En die andere die staat... daar. Deze verliest sowieso. Dat is één ding wat zeker is, want die eilanden die brokkelen af. Ja, ik wou zeggen. Nou, gaan we nog een potje proberen te spelen. Hopelijk heb ik nu wat betere spullen. En nu weet ik dus dat ik zo snel mogelijk naar het midden moet gaan. Want in het midden komt dus TNT en noem maar op wat voor spullen allemaal. Ik heb niks bijzonders gekregen, helaas. Zou wel leuk zijn geweest, maar ja. En dan ga ik toch maar sparen voor een van deze kits. Want dan krijg je toch wel iets beters. Maar ik weet nog niet wat. Hier krijg je wat eieren bij. En bij deze, I don't know. We gaan weer starten over 20 seconden. Ik ben weer heel benieuwd. Hopelijk ga ik tikken wat betere spullen krijgen. En dan, we gaan het zo zien. Ik weet één ding, zo snel mogelijk naar midden toe. Daar spannen de spulletjes en daar kun je dus ook het winnende loot spul vinden waarschijnlijk. Want ja, wat jullie ook al zagen, mijn kisten zat net al helemaal niks. Ah, ik dacht even snel spieken, maar dat kon helaas niet. Hallo kip. Eens even kijken. Oh. Komt nog een kip aan. Eens even kijken. Ah, nice. Ik heb wel iets van armor. Ik heb heel veel eten. Dat is weer zo'n stonen apparaat. Even kijken. Ja, wat ik gewoon ga doen is meteen naar het midden toe. Ik heb geen andere keuze. We gaan er gewoon voor. We gaan gewoon in één keer. Hup, zakadee. We gaan ervoor. Niet twijfelen, gewoon bouwen. En dan zijn we alweer aangekomen op het midden. Of ja, het is niet helemaal het midden. Wow, er staan wel allemaal zombies. Ik heb trouwens wel een enderpearl, daar ben ik wel heel blij om. En dan gaan we deze even vast aantrekken. Die enderpearls die houden we erbij. Gaan we even in voor de sneeuwballen. Nee! Ah, ik gooi ze helemaal mis. Oh, verdorie, wat doe ik? Ah, waarom? Ik had zo'n goede kans gemaakt. Nou, nu gaan we wel naar de hub toe, want nu gaat het te lang duren. Dit is trouwens wel heel goed bewaakt, zoals jullie kunnen zien. Zo, we zijn weer terug. We gaan even iets anders doen. Een andere minigame. Skywars is dan nieuw. Hier staat ook Skywars. Er staat trouwens overal Skywars zo te zien. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, heb ik onderhand nog eens een keer zo'n kistje gekregen of zo. Ja, ja, ik heb hier iets. En we gaan hem eens even openen. 4 kisten mag ik kiezen. Ja, welke 4 gaan het horen? Nou, we gaan beginnen met hem. 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 En hem. Helaas. Er zit wel één leuk ding zat erbij. Dat is deze. Even kijken. Waar kan ik die ook eens pakken? Nu heb ik al een schaap. Nu heb ik een koe. En ik heb een varken. En deze is nieuw. Heel klein schaapje. Leuk. Ik blijf altijd leuke dingen vinden, zoiets. En we gaan spelen... ik weet het nog niet zeker. Even kijken, wat gaan we spelen?
Ik denk dat we heel even één potje gaan vliegen, zoals je kan zien. We gaan gewoon één potje Snake spelen. Zo, server 4. En we gaan zo beginnen, zie ik. Over 41 seconden en dan ben ik heel erg benieuwd. Ik ga trouwens wel heel even mijn speciale schaap erbij pakken. Dat is de Super Sheep. Daar ben ik er helemaal klaar voor. En zo heb ik hier ook al heel veel van deze gadget dingen. Echt niet normaal, hier 164 van die dingen. Holy crap. Dus het ziet er allemaal goed uit. Maar hoeveel coins heb ik eigenlijk? Dat moet ik ook ergens kunnen zien. Oh, ik heb 401 coins. Misschien dat ik toch wel eens oude inkerrijk moest gaan kopen ofzo. Lijkt me wel echt lachen. Maar ik weet het nog niet zeker. Ik heb eigenlijk op Minecraft op de G1 server rank ofzo gekocht ooit. Dus, maar ik vind wel dat je hier wel hele leuke spullen ervoor kunt krijgen. Dus ik zou niet weten. Nou, we zijn een schapenspel aan het spelen. Sheep. Oftewel, vanuit vroeger op de ouderwetse telefoon zat er vaker het spelletje Snake. Ik heb dat altijd een heel leuk spel gevonden. En toen kwam ik het op een gegeven moment op deze server tegen. En ik vond het echt een heel mooi spel. Sindsdien speel ik het ook heel veel. Daar hadden we beide mazzel. Of misschien had ik daar wel alleen heel erg veel mazzel. Dat kan natuurlijk ook nog zo zijn. Ah, nee, ik glitchte hem helaas. Nou, dat waren de twee minigames die ik voor vandaag heb gedaan. Eén potje Skywars hebben, twee potjes Skywars hebben gedaan en één potje Snake. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik echt tot de volgende keer.